Nou, we hebben de Polderbaan, hebben we natuurlijk hier alle vliegtuigen van de staatshoofden geparkeerd gehad. Dus ja, ik heb al eens eerder gezegd, het is de grootste parkeerplaats van Nederland geweest. En wie heeft een parkeerplaats van 3,6 kilometer lang en volop in gebruik? We hebben een, denk ik, uitstekende operatie gehad de afgelopen dagen. De voorbereiding is heel intensief geweest. We hebben elk detail geprobeerd te bedenken. De samenwerking tussen alle diensten in de operatie is geweldig geweest. Niet alleen van onze eigen Schipholmensen uiteraard, maar ook met de marechaussee, de landmacht die hier ruim aanwezig was, de politie. Het weer heeft enorm meegewerkt en ja, ik denk dat dit een groot feest was. De aanloop naar de NSS was ook de belangrijkste vraag, die, waar komt de Air Force One te staan? En iedereen dacht dat hij hier op de Polderbaan zou komen, maar hij kwam op het Romeo-platform. Dat hebben we zorgvuldig geheim gehouden tot het laatste moment. En ja, ook dat is heel erg goed verlopen, inclusief de verplaatsing van hier weer naar Amsterdam en terug. En gisteravond het vertrek, ja, prima. Zoals je kan zien, alle vliegtuigen zijn vertrokken. De Polderbaan is weer helemaal leeg. We gaan eerst nog wat onderhoud plegen en op 21 april dan is de baan weer helemaal beschikbaar voor dagelijks gebruik. We gaan eigenlijk weer back to normal.